Hou je vast en een hartelijk applaus voor Joey! Ik ben Joey, het is aan zoals je hoort, Joey, we gaan door. Muziek is begonnen, muziek is iets wat ik bewonder. Vanaf dat de zon afkomt en weer ondergaat. Zo verbind ik het begin, het einde met elkaar. Kijk naar het licht en de zon, het geeft je kleuren. Want ons die we kijken, oh, open dan de deur en het is aan. Zing met me mee, het is aan, 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 ja, het is aan. Kan de beat iets harder, het is aan, 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 het is aan. De rechtbank Overijssel bestaat sinds april 2013, dus inmiddels ruim 4,5 jaar. We zijn er trots op. We zijn blij. We zijn de kleinste rechtbank van het land, maar we doen het heel erg goed. Bovengemiddeld goed misschien wel. Doen we ook hard ons best voor. Nou, we hebben één rechtbank Overijssel bestaande uit drie locaties, Zwolle, Almelo en Enschede. Wij hebben als motto van de rechtbank goede, tijdige, begrijpelijke rechtspraak dicht bij de burger. Dus wij vinden het ook belangrijk dat we en in Zwolle, en in Almelo, en in Enschede zijn, waar we op alle drie locaties rechtszaken doen die voor de burger belangrijk zijn. Iedere werkdag van de week hebben wij openbare zittingen. Maar vandaag in ieder geval maken we daar extra reclame voor, zou je kunnen zeggen, om te laten zien welk belangrijk werk hier in de buurt plaatsvindt. En dat is zittingen, die worden ook nagespeeld vandaag. Laat maar zien, zodat burgers zich een eigen oordeel kunnen vormen wat er in dat soort zaken gebeurt. En dan hopen we dat u in elk geval een aardig inzicht heeft vandaag in hoe dat dagelijks in de werkelijkheid van de rechtbank, hoe dat toegaat. Maar wij hadden geen relatie. Althans, ik moest alles aan hem afstaan. Hij dwong mij. Dat was geen relatie. Maar advocaat ook zei, ja, loopt die toneel te spelen. Ik hoop dat u daar dat u zo wijs genoeg bent om daar doorheen te prikken. Weggelopen van huis, 16 jaar oud, geen financiële middelen om in haar eigen levensomstandigheden zeg maar, te voorzien. En dat is precies het moment waarop zij door verdachten is opgepikt. Allemaal uit één bron. Levensgevaar. Daarnaast, ze werkte als prostituee. Ze werkte als prostituee toen Ali haar leerde kennen. Ze is dat ook blijven doen. En tot op de dag van vandaag is zij prostituee. En dan kunnen we er een beetje op neerkijken met z'n allen. We kunnen er niet op neerkijken met z'n allen. Maar het verwijt dat cliënt zijn partner op dat moment helpt met het uitvoeren van haar werk, dat is net zo legaal als dat ik mijn vrouw op de fiets naar haar werk toe breng als secretaresse aan het werk op een kantoor. Maar wie vindt dat hij schuldig is? Wilga Stella misschien? De opdracht van ons daarbij is het regelen, het organiseren, het zorgen voor veiligheid in de maatschappij door het ten uitvoer leggen, zoals wij dat mooi zeggen, van opgelegde straffen en maatregelen, oftewel opsluiten.
Ik vind het een ongelooflijk origineel idee dat wij hier in Almelo deze tentoonstelling hebben. Want wie is er nou niet nieuwsgierig naar hoe dat daar achter die muur uitziet? Tenminste, ik wel. Dus ik ga me graag aan uw aanbod graag melden voor die rondleiding. Ja, we hebben hier in Almelo een hele historie. 500 jaar zeiden beide heren al van gevangeniswezen. En hoe dat nou werkelijk is gegaan, weet ik niet. De tentoonstelling zal mij zeker helpen om een beeld te vormen. Maar ik hoorde ook dat wij, zeker in het verleden, toen je hier nog aan de Marktstraat zat, dat het eigenlijk niet zo heel erg was om gedetineerd te zijn. Dat wil zeggen, je bent natuurlijk liever buiten. Maar dat we toch ook wel een wat minder erg gevangenis waren. Nou, misschien weten die heren het hier nog, maar op mijn papiertje staat dat je soms ook wel een visje van de markt kreeg. Ja, we waren heel humaan eigenlijk ten opzichte van de gedetineerden en dat werd heel erg gewaardeerd. En we hebben van elders toen de tijd wel eens mensen gekregen die dus niet nergens konden functioneren. En die kwamen bij ons binnen en geboeid, een stok in de broek. En toen zei die destijds die directeur van Marlen, die zei, wat is dat? Af! En die handboeien en die stok uit die broek. En wij hebben ze dus naar binnen gehaald en uiteindelijk als reiniger aangesteld, dat was een vertrouwenspositie. Nou, en dat deden ze fantastisch. Repressie geen zin heeft, dat we ervoor moeten zorgen dat iedereen die nu binnen is ook buiten weer mee kan doen, dat dat ook een belangrijk deel van jullie werk is. Daar hebben wij natuurlijk als gemeente ook alle belang bij, dus ik wens u met dat werk heel erg veel. Waar wij eigenlijk voor zijn vandaag is om de tentoonstelling te openen. Ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken en in ieder geval van harte gefeliciteerd met deze prachtige expositie. Heel even hierbij deze tentoonstelling voor geopend verklaren. En hij vertelde die verhaal van Django. Toen Django klein was, toen waren ze knikkers aan het spelen aan de grond met hem. En dan op één keer zei hij, laat die knikker zo liggen, wacht, ik moet even wat. En dan rent hij naar zijn caravan, en pakt zijn banjo, speelt een stukje en dan komt hij weer terug. Zo, zegt hij, nou kunnen we weer verder. En zo ging dat, hè, met de muziek als kleine jongen. Dus, Het eerste stuk dat we spelen, dat heeft een Japans-Chinees intro. Thank you.
ik speel al van eigenlijk van mijn derde of speelde ik al gitaar. Er was alles op de grond en we moesten alles proberen. Maar met 12 begon ik pas met gitaar spelen. Met 12 begon ik van Django Reinhardt muziek. Maar hoe is de samenwerking met Johan Bijkerk? Heel goed. Ja, hij begrijpt de muziek heel goed. En we kunnen goed opschieten met de muziek. We verzamelen elkaar met muziek. Dat is belangrijk. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Merci. Thank you. Het is vooral de begroting van de Raad. De Raad gaat vaststellen. Dus die kunnen er ook allerlei wijzigingen in aanbrengen. Het college doet slechts een voorstel. Nou, we moeten het nog bespreken met de gemeenteraad. Belangrijk is wel om te weten dat wij al in mei met elkaar gesproken hebben. Ik zeg correctie, in juni met elkaar gesproken hebben over de zogenaamde perspectiefnota. Daar hebben we eigenlijk met elkaar al vastgesteld wat willen we in 2018 gaan doen. En op basis daarvan is deze begroting samengesteld. Maar we moeten er nog met elkaar over komen te spreken. Hoe groot is de invloed van de Raad? Is heel groot, want de Raad kan echt elk voorstel dat het college doet amenderen. Dat heet, dat wil zeggen dat ze het kunnen veranderen. Dan kunnen ze een andere richting inslaan. Het wel belangrijk is om te weten dat het college natuurlijk niet zomaar tot deze begroting is gekomen. Daar is de Raad in het voortraject ook bij betrokken geweest. En dus die hebben wel gezegd van nou, u moet die richting op. Ik hoop dat wij met deze begroting natuurlijk een ruime meerderheid in de Raad van Almelo achter ons weten te krijgen. Daar doen wij het ook voor. Het is de begroting... waarmee we voor deze stad in 2018 weer heel veel kunnen doen. En het zou heel erg jammer zijn dat we daar geen meerderheid voor kunnen halen. Maar anderzijds, het realiteitsgebied, het huidige college, kan niet steunen op een meerderheid in de raad. Dus in die zin is het ook een beetje afwachten van hoe het gaat uitpakken. Maar vertrouwen is er wel. Maar u hebt drie hoogpunten waar u zich op richt. Eén daarvan dat gaat over het reorganiseren van de ambtenaren. Ik noem dat woord, want dat wordt door jullie angstvallig vermeden. Jullie hebben daar een ander woord voor. Ja, wij hechten eraan om het vooral ook doorontwikkeling van de organisatie te noemen. En dat heeft daarmee te maken, reorganiseren dat... heeft veel al het karakter van mensen van hun plek halen en ergens anders neerzetten. In het slechtste geval moeten ze naar buiten. Nou, dat is niet de opzet van de huidige aanpak. We zien wel dat de gemeente en onze ambtenaren op een andere manier met de vraagstukken van deze stad bezig moeten zijn. Moeten reageren op wat er uit de samenleving naar boven komt. Dat is een leerproces. En dat moeten we begeleiden met kennis en met vaardigheden. Ja, en daar gaan we geld in stoppen om die samenwerking in die stad en verbetering van onze producten, die aansluiten bij de wensen, die leven in de samenleving, om dat te verbeteren.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.